Hi, leuk dat je weer kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag wil ik het met je hebben over goedkeuring van jezelf en dat dat alles is wat je nodig hebt. Goedkeuring aan jezelf geven is eigenlijk een van de meest lastige dingen die we onszelf kunnen geven. Het is net zo lastig als accepteren dat je mooi bent of dat je goed bent zoals je bent. Of dat je alles kunt bereiken wat je wil. En ik wil je graag uitleggen waarom het belangrijk is dat je goedkeuring aan jezelf geeft en wat dat met je kan doen. We hebben eigenlijk vanaf kinds zijnde, dus vanaf jongs af aan, hebben we geleerd om aanhankelijk te zijn. Om goedkeuring of bevestiging te krijgen van de mensen om ons heen. Dus dat kunnen onze ouders geweest zijn, maar het kunnen ook onze leraren geweest zijn. Of de mensen die op ons pasten. En daar leefden we mee, we luisterden daarna en we kregen telkens bevestiging van ze. Dus dat is ook niet raar dat we op zoek zijn naar bevestiging, omdat we vanaf jongs af aan aanhankelijk en afhankelijk waren van andere mensen. Nou, als klein meisje konden we de wereld gewoon zelf nog niet alleen aan. En de mensen om ons heen die hebben ook echt nodig gehad om ons te begeleiden naar een volwassen leven. En wat je nu hoort zijn de buren. Mijn excuus daarvoor, die zijn aan het verbouwen. En de aanhankelijkheid die wij in het verleden gehad hebben met de mensen om ons heen, die zorgt er eigenlijk voor dat we een wens hebben naar bevestiging. We hebben alles wat we geleerd hebben in het verleden, hebben we telkens feedback opgekregen van de mensen om ons heen. Je leraar vertelde of iets goed was, of dat je nog iets kon verbeteren. En je ouders hebben je leren fietsen, leren praten, ze hebben je netjes leren eten. En als dat goed ging, dan gaven ze je een complimentje. En als het minder goed ging, dan gaven ze je een standje. Dus telkens kregen we de bevestiging in de vorm van goedkeuring of van een standje. En dat zit er eigenlijk als soort van patroon bij ons ingeslepen. Onbewust zijn we heel afhankelijk van de mensen om ons heen en willen we ook die goedkeuring en bevestiging hebben, omdat dat ons een prettig gevoel geeft. Dat we op het juiste pad zijn bijvoorbeeld, of dat we doen wat mogen, of dat alles goed gaat. Maar als je volwassen bent gebleven, dan is die bevestiging vaak opeens weg. Dan is die er niet meer. Zonder dat je het doorhebt, mag je op eigen benen blijven staan. En er is niemand die jou dat ooit verteld heeft, dat je dat nu helemaal zelf mag doen. Je kunt wel advies vragen aan mensen, of je kunt een mening vragen, of wat zou jij misschien doen in deze situatie? Maar dat is toch anders als toen je nog klein was en je vanuit je opvoeders, of vanuit het onderwijs, of vanuit de oppassen, bevestiging kreeg dat je goed deed wat je deed, of wat je doet, of dat je op de goede weg was. En dat is toch wat we graag willen en wat we wensen. En waar we naar op zoek zijn. Maar nu je volwassen bent, mag die bevestiging vanuit jezelf komen. Want er is niemand meer die jou vertelt of het goed is wat je doet. En of je op de goede weg bent. Behalve jijzelf. Want jij mag nu jouw eigen keuzes maken. En jij mag goedkeuring geven aan jezelf. En jij mag, als het goed voelt voor jezelf, dingen doen. En dingen ontwikkelen. En het pad volgen wat jij voor jezelf hebt uitgesteld. Want je bent volwassen. Dus dat is jouw goed recht. Omdat we zo vanuit het verleden geleerd hebben dat we goedkeuring willen krijgen. En goedkeuring ook kregen natuurlijk toen we jong waren, is het heel raar dat dat nu opeens wegvalt. En we blijven er eigenlijk alles aan doen om mensen om ons heen gelukkig te maken, om die bevestiging te blijven krijgen zoals we die als kind zijnde kregen. Maar als we dat nu niet krijgen, kan dat heel lastig zijn. Want je kunt je verloren voelen, je kunt je niet belangrijk voelen of ongewenst of te veel. Weet je, het zijn allemaal gevoelens die frustratie bij ons oproepen en die ervoor zorgen dat je eigenlijk ongelukkig wordt. En het kan heel erg voor verwarring zorgen. En dat is ook niet raar. Maar het is wel goed om voor jezelf na te denken. Welke omslag kan ik voor mezelf en mijn denkpatroon maken? Waardoor ik nu mijzelf als raadgever zie. En waardoor ik ervoor zorg dat ik zelf mezelf op de eerste plek zet. En alleen nog de goedkeuring nodig heb van mezelf. En die ook aan mezelf durf te geven. Want wanneer je dat doet, ga je meer in je eigen kracht staan. En dan zorg je ervoor dat je
jezelf ook verder kunt ontwikkelen. En dat je niet meer afhankelijk bent van de mensen om je heen. Niet meer afhankelijk bent van anderen. Dus dan staat er eigenlijk niks meer in de weg qua bevestiging wat jij nodig hebt om jouw droomleven te leven. En om nog gelukkiger te worden dan je eigenlijk al bent. Weet je, we zijn ontzettend streng voor onszelf, maar dat hoeft helemaal niet. Weet je, je kunt jezelf gewoon goedkeuring geven. En je kunt jezelf ook dat prachtige cadeau geven waardoor je jezelf verder kunt ontwikkelen. En dat is alleen maar heel erg positief. Misschien dat het heel erg lastig is om jezelf goedkeuring te geven. Want dat is eigenlijk niet iets wat we vanuit jongs af aan hebben meegekregen. Het is niet zo dat we onszelf als de meest belangrijke inspiratiebron in ons leven gezien hebben. Maar dat is wel hoe het mag zijn. Dat is wel hoe jij jezelf mag zien. Want er is niemand anders die meer om jou geeft dan jijzelf. En het is tijd dat we ons dat realiseren en beseffen en daar ook naar gaan leven. En dat kan natuurlijk met vallen en opstaan gaan, maar goedkeuring van jezelf is echt alles wat je nodig hebt. En als jij zelfvertrouwen hebt en op jezelf durft te vertrouwen en ook stappen durft te maken die resoneren met hoe jij je voelt en hoe jij bent, dan zul je zien dat je je echt heel erg goed kunt ontwikkelen en ook hele mooie sprongen kunt maken. Goedkeuring van jezelf krijgen is niet altijd even makkelijk. Het is geen makkelijke weg om doorheen te gaan. Het is echt een proces waarbij je mag kijken van joh, welke dingen liggen hier aan ten grondslag. En hoe komt het nou eigenlijk? En in welke situaties komt het voor dat ik heel graag bevestiging wil hebben? Weet je, en als zo'n situatie zich voordoet, analyseer dat dan ook voor jezelf. En probeer tot de kern te komen. He, waar komt dit vandaan? En in welke situaties trek ik dit dan aan? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dit oplos voor mezelf? En het kunnen meerdere redenen zijn dat je er last van hebt. Het hoeft niet altijd één reden te zijn. Het is echt een proces waar je continu bewust van mag zijn en continu aan mag gaan werken. En je zult zien dat als je dat doet, dat het uiteindelijk gewoon een gewoonte wordt om eerst naar je eigen hart te luisteren. Om eerst naar je eigen hart, aan je eigen hart te vragen, wat is het dat jij wil? Wat is het wat ik wil? En hoe kan ik mezelf verder ontwikkelen? En wat voelt voor mij goed? Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ga er alsjeblieft mee aan de slag. Want je zult zien dat het jouw leven echt veel verder ontwikkelt. Mocht het nou niet lukken, je kunt altijd via mijn website lindabisschop.nl een afspraak inplannen voor intuïtieve coaching. En dan kan ik samen met jou gaan kijken welke bronoorzaak ligt er aan de grondslag dat jij je hierop niet verder kunt ontwikkelen. En hoe kan het dat ik hierin vast blijf lopen en niet verder kan. Dus op lindabisschop.nl kun je een afspraak inplannen en dan kunnen we samen gaan kijken hoe jij ook jouw mooiste leven kunt leven.